Overstap is gewoon wel soepel gegaan. En natuurlijk zijn er wel dingen waar je extra op moet letten, omdat je die bijvoorbeeld niet gewend bent. Maar ja, al met al gaat het gewoon heel goed en ben ik blij met hoe het tot nu toe is verlopen. Laurine van Riezen heeft zich in korte tijd ontpopt als een goede baanwielrenster. Dat moet ook wel, want met de ervaren Alice Lichtlee naast haar als duo voor de teamsprint moet ze nog wel een stap maken. Kijk, Alice heeft gewoon heel veel ervaring en die kan gewoon heel hard rijden. En ja, ik ben natuurlijk in principe pas net begonnen en het gaat hartstikke goed. Maar om echt mee te kunnen doen moet het gewoon sneller. Ja, het hoofddoel is gewoon de teamsprint. En dan voor mij de opening. En daar gaan we eigenlijk zoveel mogelijk aan werken om dat zo goed mogelijk te krijgen. En dat gaan we vooral doen door starttrainingen en zorgen dat het net nog wat sterker wordt in het krachthonk. En dat op de fiets krijgen. We hebben wel nu met z'n tweeën laten zien dat we er staan en dat we een goed team zijn. En daar zijn we gewoon ook hard voor aan het werk. En op dit moment zijn wij gewoon het de team dat rijdt op de teamsprint. Woensdag vertrekt Van Riezen samen met de Nederlandse ploeg naar Londen voor het wereldkampioenschap baanwielrennen. Daar moet ook het startbewijs voor de Olympische Spelen worden behaald. Als er gewoon geen gekke dingen gebeuren, dan is het gewoon heel realistisch. En ik heb er gewoon vertrouwen in dat we een goede race neerzetten op het WK. En ja, ik ben eigenlijk niet bezig met of dat mislukt of dat lukt of niet lukt. Ik heb daar gewoon vertrouwen in en daar moeten we gewoon mee bezig zijn. En dan hopen dat het gebeurt. Ik ben niet zo iemand die zegt van tevoren van ik ga een medaille halen. Maar ja, je staat wel altijd aan de start met het doel om dat te doen. En dat is gewoon heel mooi. Ik heb het gelukkig gewoon een keer mee mogen maken. En daarom weet ik ook gewoon dat ik er alles voor doe om daar te staan en om goed te zijn. En, maar ja, het is natuurlijk wel een moeilijke wedstrijd om te winnen. En, maar ja, we gaan er alles aan doen om daar zo goed mogelijk te zijn. Van Riezen richt zich dus nu op de zomerspelen in Rio. Maar ze wil meer. Als schaatster heeft ze ook de winterspelen over 2 jaar in Zuid-Korea in het vizier. Ja, ik heb wel echt plan om weer terug te gaan naar het schaatsen. En natuurlijk moet je altijd kijken hoe het loopt. Maar ik vind nog steeds een hartstikke mooie sport. En ik wil toch alweer gewoon mee proberen te doen met de top. En de volgende spelen weer te halen. En dus dat wordt denk ik het volgende doel. Maar ja, ik denk dat het ook goed is om niet te veel bezig te zijn met wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, na de spelen en ben nu hiermee bezig. Maar de intentie is er wel om terug te gaan naar het schaatsen.